Ja, voor de veiligheid van de fietsers is het belangrijk om zoveel mogelijk, daar waar kan, zeg maar fietsers te scheiden van het autoverkeer. En hier in Opdam is een heel belangrijk punt waar we dat gedaan hebben. We hebben hier een fietspad aangelegd voor de fietsers die tussen het dorp, zeg maar, en de Laan van Meerweide fietsen, de nieuwe woonwijk daar. En dat is gescheiden van de bocht die ietsje verderop ligt, waar de auto's, zeg maar, de verbinding maken. En juist door het uit elkaar halen van die auto's en die fietsers maak je het voor fietsers een stuk veiliger. Dat lukt natuurlijk niet op alle plekken, maar daar waar mogelijk hebben we dat gedaan. Nou ja, een andere vernieuwing die we gaan aanbrengen is dat er aan de westkant een zestal tunnels komen, fietstunnels. Hè, waar vroeger fietsers bij de verkeerslichten gelijkvloers de weg overstaken, steken ze nu bij de meeste kruisingen met een tunnel de weg over. En hier vlakbij de voormalige kruising Dorpstraat op Dam met de provinciale weg, die wordt nu aangepakt. En er gaat de komende maanden gewerkt worden aan die nieuwe fietstunnel.